Hoe je het ook wendt of keert, Rusland is een klote samenleving. Dat weten ze zelf ook wel, ze zijn niet achterlijk. Het is gewoon een klote samenleving. Maar ja, denk aan al die lui die vertrokken zijn. Dat loopt in honderdduizenden. Vooral IT-specialisten. Als je in de verste verte in Rusland denkt, ik kan iets wat ze in het Westen ook dik betalen, dan ga ik weg, dan vertrek ik. En in feite, China is een veel totalitairder land, vermoed ik althans, is mijn indruk. Dacht je dat die Chinezen gek zijn? Nee, die weten ook wat ze onderdrukt worden. Als je eruit zou kunnen komen. Hè? Het probleem zal waarschijnlijk voor een belangrijk gedeelte zijn dat je geld eruit moet zien te halen uit die klote landen. Tuurlijk weten ze heel goed dat het klote landen zijn. En niet voor niks hameren die landen altijd op alle nationalistische prietpraat. Hè? Eigenlijk om natuurlijk voor een belangrijk gedeelte om te proberen om de mensen binnen de nationalistische boot te houden. Maar dat het klote landen zijn, nou, daar hebben ze zeker de burgerijen. De deal was toch altijd dat lasje over China. Kijk eens, de overheid zorgt voor economische groei. En dan zijn wij bereid om tevreden hier te blijven en te doen wat we moeten doen. Maar ja, als dat stagneert, als daar grote problemen mee zouden ontstaan. Denk aan de COVID-crisis die stomme Xi Jinping georganiseerd heeft. He? Ja, daar werd uitgebreid gedemonstreerd, dat heb je toch wel gezien. We hebben het nog over gehad. Wel papiertjes waar niks op stond. Dat was uniek voor China. Ja, dat was precies. Dus je ziet als ze de boel niet behoorlijk beheren, dat er wel degelijk dan stromingen zijn die in opstand komen. Okay. Opstand is misschien een groot woord, maar oké. Dus jij deelt de gedachte wel dat als er een opvolger van Poetin komt, en dat is een jonge iemand, daar gaan we uiteraard van uit, dat is ook iemand die ja, pragmatisch erin staat. Ja, dat denk ik wel, ja. Okay. Misschien niet in eerste instantie, maar dat op, laten we zeggen, het is een 40er, ik noem maar wat op, Vrijdiet Poetin wordt 70, als ik het wel heb dit jaar. Is het een 40er, ja, dan heb je een goede kans te zeggen, jongens, we moeten hiermee ophouden. Te meer natuurlijk, omdat het in allerlei opzichten natuurlijk de Russische economie zich slecht en zeer eenzijdig ontwikkelt. Hmm. En ontwikkeld heeft. Ja. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om de opvolger van Poetin, het gaat ook om die hele kliek die daaromheen zit. Dat spreekt voor zich, ja, voor de oligarchen. Dus de vraag is, wat voor rol zullen die oligarchen spelen? Nou is de helft geloof ik ondertussen uit het raam gegooid, dus misschien is dat ook een nuttige waarschuwing, dat is me niet helemaal duidelijk. Ik begreep dat ook in de Oekraïne de oligarchen wel enorm aan positie verloren hebben door oorlog. Niets is democratiserender dan oorlog. Lijkt natuurlijk vernietigend omdat Zelensky natuurlijk heel veel macht aan zich getrokken heeft, maar zolang hij het vertrouwen heeft, en dat heeft hij natuurlijk heel ruimschoots. Je ziet ook fiscaal is oorlog de manier om de zaken fiscaal wat eerlijker te organiseren. Maar hoe werkt dat dan? Ja, dat is dan omdat de overheid zegt, ja wacht eens even, iedereen moet meebetalen aan de oorlog. Ook mensen die rijk zijn, juist mensen die rijk zijn. Als je wil zien hoe, waar en wanneer in de Verenigde Staten het fiscale systeem rechtvaardiger is geworden, moet je vooral kijken naar de Tweede Wereldoorlog. En wanneer is het weer teruggedraaid? Toen de Tweede Wereldoorlog zo lang geleden was dat de meeste mensen het weer vergeten waren. Oké. Dus als we naar een lichtpuntje moeten zoeken in een oorlog, dan is dat dit daar eentje van. Bijvoorbeeld, ja. Dat ingrijpende maatschappelijke veranderingen zijn vaak het gevolg van oorlogvoering. Hmm. En zie je dat ook gebeuren, zeg maar, in Europa? Want wij zullen ook mee moeten betalen aan de kant van Oekraïne. Ja, wij zijn rijk genoeg. Kijk, wat is het nu? Nu betalen we iets te weinig aan de NATO. We moeten naar 2% als ik het wel heb. Nou, die komt me schreef geloof ik al 3%. Dat lijkt mij niet zo nodig in principe. Als we dat allemaal en overal doen, moet 2% toch wel genoegen zijn, zou je zeggen. Je moet natuurlijk ook niet per se naar het Amerikaanse voorbeeld kijken, omdat de Amerikaanse militaire uitgaven natuurlijk een mondiaal veiligheidssysteem betreffen. Wij zijn alleen geïnteresseerd in een Europees veiligheidssysteem. Ja, als we nou eens aan die NATO een goede procent van BBP meer betalen, de boel dan hebben we nog steeds heel lekker warm in het roodetje. Wat verwacht jij van nu die Leopards die in Oekraïne aankomen? Want Rusland heeft nog niet heel veel kunnen doen met dat voorjaarsoffensief. Toch een beetje een mislukking? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee of ze efficiënt gaan gebruiken. Hoe dan precies? Het is natuurlijk toch al met al maar een vrij beperkt aantal. Ze zitten met logistieke problemen, neem ik aan. Omdat die Abrams tanks, dat die lopen op kerosine.
Die Challenger tanks, dat zijn Engelse tanks, dat is weer wat anders. Dus daar heb je allemaal apart personeel voor nodig. Ik zou zeggen, wees nou blij met al die honderden Leopards. We hebben een hoop Leopards in Europa. Als we die nou allemaal inzetten. Maar wat precies, hoe je dat moet doen, ik bedoel daarvoor. Je weet, ik heb maar 4 maanden in dienst gezeten, dus dat hebben ze me niet verteld. Maar als je die tanks nu, die Leopards, tegenover de tanks van de Russen zet, zijn die Leopards toch kwalitatief veel beter? Die schijnen wel ontzettend goed te zijn. Ze zijn snel. Ze hebben betere afweersystemen voor al die dingen die in de afgelopen decennia gewezen hebben op de zwakheden van tanks. Bermbommen en al die kleine raketjes die ze op die tanks af kunnen schieten. Allemaal dat soort van dingen. Ja, onkwetsbaar zijn ze vanzelfsprekend niet. We hebben het er vaak over gehad, volgens mij. Een tank is alleen bruikbaar in een context waarin die tank functioneert. De tank alleen, die is alleen nuttig om opstanden in de hoofdstad te onderdrukken door tanks op de hoek van de straat te zetten. Dus je hebt de luchtsteun nodig en je hebt de panzerinfanterie nodig. Nou krijgen ze ook op het punt van panzerinfanterie een heleboel spullen van die dingen waar de soldaten mee vervoerd kunnen worden van die panzerwagentje, AMX heette dat vroeger, hadden wij geloof ik, dat is Frans. Ja. Maar ze krijgen ook Bradley Fighting Vehicles. Dat loopt ook, dat zijn forse aantallen. Maar hoe je die het meest efficiënt kunt gebruiken, hoe je die nou zo inzet dat je dus op de juiste plek, want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om, een zodanige impact kunt hebben dat je door het front van de tegenstander breekt. Dat weet ik niet precies. Dat gaan we nu de komende periode zien. Ja, ik ben helemaal niet gebeld om leiding te geven aan de tactische en strategische aanpak van de oorlog. Maar ik kan me wel voorstellen, dat is natuurlijk moeilijk uit te drukken in feiten en cijfers, die Oekraïners zijn intrinsiek heel erg gemotiveerd om dat land te... Geweldig, ja. En tot nu toe heeft ook die generaal. En nou was er nu ook wel kritiek op. Nou ja, of ze wel zo ontzettend hard hadden moeten vetten over dat Bakhmut. Het gewoon niet handiger was geweest om je 2 of 3 kilometer terug te trekken op nieuwe defensieve lijnen, dat je dan minder slachtoffers maakt. Het zijn allemaal dingen die, naar mijn idee, die je zeker niet vanuit de Franse Halsstraat 12, maar ook niet, sowieso niet vanuit West-Europa goed kunt beoordelen. Nee, want als je nu ook ziet hoeveel slachtoffers nog naar de hand aan het licht komen, ook hoeveel de Russen daar hebben huisgehouden, dat is toch wel dramatisch? Ja, verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk natuurlijk. Ja, kijk, legers vooral als ze verliezen en zich terugtrekken, maken meestal de meeste brokken. Mm-hmm. En zeker deze lui die natuurlijk die helemaal niet wisten waar ze waren, wat ze moesten doen. Het was natuurlijk een, je kunt vooruitkijken en dan zie je allerlei duistere wolken aan de horizon hangen. Maar natuurlijk het afgelopen jaar was er in allerlei opzichten natuurlijk een enorme opsteek, aangezien bleek dat de Russen er niets van terecht hebben gebracht. Ja. En als we er nou eens van uitgaan dat wat die Russen met die kinderen doen uit Oekraïne, dat het klopt, hè? Hebben ze dat gejat qua ideeën uit eerdere momenten in de geschiedenis? Nou, dit soort van, verhuizing van kinderen. Zogenaamde weeskinderen, die dus geen weeskinderen zijn. Nee, daar weet ik in ieder geval geen voorbeelden van. Kijk, vrouwen en kinderen komen er altijd behoerd af in de oorlog. Wat zeg ik? Iedereen komt er behoerd af in een oorlog. Maar vrouwen en kinderen wel meer in het bijzonder. Het wordt een oorlogsmisdaad genoemd. Ben je het daarmee eens? Ja, dat lijkt me wat heeft er voor zin. Het neerschieten van MH17 is ook een soort oorlogsmisdaad, toch? Wat heeft het voor zin? Je weet dat de verantwoordelijken nimmer gestraft zullen worden. Nooit. Nou, maar wat je dus doet, je rukt gezinnen uit elkaar. Je haalt kinderen naar Rusland toe. Het is verschrikkelijk. Die worden hersenspoeld. Ja, voor mij mag je het oorlogsmisdaad noemen. Maar goed, het heeft pas zin als je zeker weet dat je die luik voor het gerecht kunt brengen. Er wordt nu wel studie naar gedaan. Je hebt ook, ik geloof dat de Oekraïners ook een speciale organisatie hebben om te kijken hoe dat zit. Ja. Nogmaals, de verantwoordelijken zullen niet gestraft worden. Na de Tweede Wereldoorlog zijn toch ook de verantwoordelijken, maar in zeer, zeer beperkte mate gestraft. Hoe kijk jij naar de benadering van Poetin richting China? Ik begreep nu dat ze een ontmoeting plannen, die twee. Ja, nou ja, op zichzelf vond ik het verstandig dat Zelensky anders dan in de westerse pers werd voorgesteld, of werd beweerd, of werd gesteld. Wel iets positiefs over dat voorstel van Xi Jinping heeft gezegd. Door te zeggen, ik ben wel bereid met hem te praten.
Leek me hartstikke verstandig. Als je van tevoren afserveert, dan misschien kun je hem zo gek krijgen om bepaalde dingen te zeggen. Dat zou kunnen, toch? Geen idee. Ik zelf heb het gevoel dat China bepaald niet gelukkig is met deze zonderlinge Russische onderneming. Want zonderling blijft het natuurlijk. De kwestie is, hoe belangrijk is Rusland voor China? Je kunt ook in de krant lezen dat China is China vindt Rusland een nuttige partner in een eventueel groter, langdurig conflict met de Verenigde Staten. En dan bedoel ik niet een militair conflict, maar iets à la de Koude Oorlog. Dat type van conflict, wat natuurlijk door de Sovjet-Unie grotelijks verloren is. Ik kan me dat van de kant van China eigenlijk nauwelijks voorstellen. Als ik Xi Jinping was, zou ik afgezien van de energieleveranties, die ik natuurlijk hoogst interessant zou vinden, zou ik Poetin een hele vervelende stoorzender vinden, waarvan je absoluut niet van op aan kan. Nee. Vandaar ook dat hij steeds weer zegt van geen kernwapens, er moet ook niet over gepraat worden enzovoort. Maar de Amerikanen suggereren nu dat China toch plannen heeft om wapens aan Rusland te leveren. En dan eigenlijk toch kennelijk vanuit de strategische visie dat Rusland vanuit... dat een echt verlies van Rusland, een solide verlies van Rusland, voor de positie van China in de geopolitieke sfeer nadelig zou zijn. Ik zie dat niet zo, maar goed. Wat is de redenatie daarbij? Kijk, vergeet dat niet. China heeft helemaal niet veel bondgenoten in een eventueel conflict met de Verenigde Staten. Nogmaals, of dat een militair conflict zal zijn, dat zie ik niet in 1, 2, 3 gebeuren, maar van beide kanten wordt er toch conflictueus gedacht. En dan is het nuttig dat je bondgenoten hebt. En dat kun je naar verder van de Verenigde Staten. Dat is ook in allerlei opzichten een ongelooflijk onaangenaam land. Maar Amerika beschikt over een gigantisch alliantiesysteem. Ja? De NATO. Zonder Amerika was waarschijnlijk op dit moment de Oekraïne bezet door de Russen. Ik weet niet zeker, maar het zou kunnen. Of in ieder geval zou er een gruwelijk burgeroorlogachtig conflict gaande zijn, mag je aannemen. En dan is er natuurlijk nog een tweede punt, en dat is de soft power van de Verenigde Staten. En van het idee dat je er lang en kort over kunt lullen, maar dat de meeste landen die in het Atlantisch Bondgenootschap zitten, veel aantrekkelijker landen zijn dan die klote landen in Azië en Rusland zelf natuurlijk, waar we het net over hadden. Hmm.